Hallo allemaal, Thomas hier. Het is dag 4 van mijn hennepzaadoliekuur met collodiaal zilver en heel veel water met zout. En gaat nog steeds helemaal top. Ik kom net bij de tarwegraaskoning vandaan. Ik heb daar toch net gewerkt. Er was heel veel fysieke arbeid vereist, dus ik moest even switchen. Ik ben de afgelopen dagen vooral heel relaxed geweest, heel erg goed in de energie afgestemd, heel erg afgestemd. En toen ik nu moest schakelen, omdat ik moest schakelen naar mijn fysieke lichaam, voelde ik ook echt dat het op de een of andere manier, het voelt nu heel natuurlijk ook om dit te doen, op de een of andere manier. Ondanks dat ik een aantal keren hele lekkere dingen heb geroken, en elke keer zoiets had van dat alleen die geur al, dat geeft al heel veel voldoening, zonder dat ik per se de neiging heb om dat ik het zou moeten opeten of dat ik wat in mijn mond zou moeten stoppen. En dat vind ik ook toch wel heel erg bijzonder, dat ook een ervaring is, hè? Als je puur voedsel bereid ziet worden of het ruikt of je hangt er lekker met je neus boven, dat al aanvoelt als dat je iets hebt gegeten. Heel apart. Maar goed, dat is even de ervaring van het moment. Ik hou hem kort. Ik heb zometeen een workshop, een waterworkshop in Purmerend. Dus ik ga er weer vandoor. Ik ga eventjes een klein tukje doen, dat ik weer helemaal fris ben. En dan zien we wat de dag nog verder brengt. Oké, jongens. Dag.